We hebben het weer goed gedaan. Ja, het wordt maar voor nu mijn nieuwe sport. Wat is dit allemaal? Ik krijg er bloemetjes van. Hè? Ik heb mijn camera weer teruggevonden. Wat nieuw? Goedemorgen, deze woensdagochtend. Ik ben aan het haasten om naar school te gaan met Sarah. Sarah is vandaag een klein meisje met een groot ochtendhumeur. Die is het er niet mee eens deze ochtend. Waarom weet ik niet, maar ze is nog steeds boven. En het schiet gewoon echt niet op. Dus daardoor heb ik ook iets minder opgeschoten. Ja! Volgens mij ga ik weer verder op het punt waar ik gestopt ben. Weet ik niet zeker. Maar goed, zelfs op school nu. En ik ga zo met Masha wandelen. Helemaal leuk. Het is een beetje na de avondvierdaagse ontstaan. Maar we hebben heel even een klein gat ertussen. Omdat je nooit weet hoe laat je precies van school bent. En volgens mij wil Masha nog heel even naar de winkels. Dus ik denk, nou, dan ga ik even snel wat doen. En dan gaan we zo lekker naar buiten wandelen en kletsen. Het is wel goed, al die wandelingen, want daarom zeg ik, al heel vaak. Ik groei af en toe een beetje uit mijn kleding. Omdat er zo weinig te doen is. Dus dan is het wel even goed om even een uurtje gewoon te wandelen en in beweging te zijn. En ondertussen wat calorieën te verbranden en te kletsen. En ja. Maar eerst even zoveel mogelijk dit, want gisteren kon ik niet alles in de vaatwasser. Nu van het eruit. Dingen van vanochtend staan er ook nog, dus hoe meer ik hiervan weg heb, hoe beter. Maar ik heb niet zo heel lang meer. Dus ik moet echt gaan opschieten. En trouwens, het weer is echt, het ziet er echt lekker uit nu. Ik hoop dat het zo wel blijft, want van de week ook de zon scheen en echt 2 minuten later helemaal bewolkt en regen. Het was zo bizar, dus ik hoop niet dat het dadelijk ook gaat gebeuren. Voelt ook altijd goed. Oh, dan hebben we 5 kwartier gelopen. Dus dat is wel lekker. En nu ga ik eindelijk thee drinken. Masha zei het ook al. Ze zegt ik heb geen koffie. Of Masha is in de koffie, ik van de thee. En ik wil zo graag mijn koffie. Nou, ik zeg ik snap je, want dat heb ik met thee. Maar dat is geen goed idee. Zodra je kinderen krijgt is het gewoon geen goed idee om voor zo'n wandeling dat soort dingen te gaan drinken. Dus ik ga de waterkoker aanzetten, deze dingetjes even opruimen. Deze ga ik ook vandaag nog leeg drinken. Ik wil goed aan de vocht werken, dan doet het allemaal nog wat. Ik merk het trouwens wel weer een beetje aan mijn lichaam. Het gaat weer een beetje de goede kant op. We zijn er nog lang niet, maar het doet wel wat. Dat is mijn lichaam. Die lekkere lichaams die ik gisteren liet zien. Maar heel langzaam, zeker met de vierdaagse. We hebben natuurlijk wel aardig wat gedaan en verder heb ik best wel veel gelopen en gedaan. Met Denise ook gewandeld. Dus het gaat wel goed. Oh, misschien wil Denise morgen mee. Die heeft voor de school morgen dingen.
Moet ik even kijken, misschien vrijdagochtend of zo. Dan kunnen we het even volhouden. Ik heb het vaste rondje, Marcia wist de route niet zo. Dit was voor het eerst dat we zeg maar zo gingen wandelen. Dus de route die ik met Denise meestal loop. Die is precies mooi qua afstand en tijd. En het is een leuke route. Dus ja, het wordt maar voor nu mijn nieuwe sport. Dan doe ik tenminste wat. Woensdag gaat de tijd echt altijd zoveel te snel. Maar we hadden vanmiddag een afspraak. Die wordt verzet. Daar zijn we mee bezig om die te plannen. Dus dat wordt later. Maar ik vond het eigenlijk wel om even de deur uit te gaan. Dus toen dacht ik, Sarah heeft de oma ook niet heel veel gezien de laatste tijd. Want ik ben er gisteren wel geweest, maar Sarah natuurlijk niet. Dus kijk of die thuis is. En die kan maar eventjes. Maar dat kwam er eigenlijk wel mooi uit. Dus dat hebben we gepland. S'avonds dan tussen naar mijn kast kijken. En ik denk opeens, hé, misschien als ik dat daar zet, is het wel leuk. Maar daar ga ik zo misschien even kijken. Deze vroeg iemand net, om te lenen. Van een algemene oproep. En toen dacht ik, hé, die heb ik. Omdat we gelijk naar mijn moeder doorgaan. Ik dacht eerst, nou, dan eten we even thuis. En dan gaan we daarna naartoe. Maar dat is dus niet handig. Aangezien we maken om een bepaalde tijd. Dus ik maak gewoon even een heel stom voor nu voor Sarah. Die ze dan of in de auto of bij oma even kan eten. En ze vindt deze heel lekker. Dit zijn krentenbollen, rozijnenbollen met spijs. Daar ben ik zelf niet zo van de spijs te in. Maar Sarah vindt dat dus helemaal geweldig. Die verkopen ze bij de picknick. Dus als je daarvan houdt, is dat helemaal leuk. Mijn kind is er gek op. Wat is nog meer makkelijk om gewoon mee te nemen. Ik hoef hier ook niks op te doen, want omdat het spijs erin zit, vindt ze het gewoon prima zo. Dan doen we nog een rijstwafel. Ik denk, dan maak ik wel gewoon even lunch van dingen die ze gewoon zo kan eten. Fruit heeft ze net op school op. Ik heb wel twee rijstwafels, anders is ze een beetje kleine lunch. Nou, kom op. Ja. Zo, en dan kan ze dat gewoon lekker eten. Mijn moeder heeft er ook niet op gerekend, dus ik weet ook niet wat die in huis heeft. Maar zo, tada. Het is nu echt snel haasten, omdat ik mijn plan op moest gooien. Maar als het goed is, als alles mee zit, ben ik gewoon goed op tijd nog. Ik heb wel alles bij me wat ik mee moest nemen. Dus dat komt gelukkig goed. Oh, en als het goed is, komt Kaylee dadelijk bij moeder. Ik weet niet of dat nou verteld had, wel dat ze plannen had, maar niet welke plannen. Kom op, auto. Je had daar makkelijk tussendoor gekund. Zo kom ik te laat. Dus dat is wel leuk. Dan zien we Kaylee ook nog heel even. Al is het echt maar even hallo, doei en een kort praatje misschien. Maar het is wel leuk. Ook daar ook wel een opstopping. Wat is dit allemaal, joh? Nou, gaat het wel redden, denk ik. Ja, het is toch nooit gelijk buiten. Dat scheelt. Sarah is weer uit school en het was net wat. Ik was natuurlijk wat later de deur uit, omdat ik de plannen moest gooien en nog even ook de lunch en zo moest pakken. Hè, mama? Nee, ik vertel het aan de camera. Vertel me eens. Nou, we hadden eigenlijk natuurlijk met Naomi en Zeno afgesproken vandaag. Alleen, ja. Naomi moest oppassen op de neefje, dus dat gaan we verzetten. En toen dacht ik, misschien vind jij het wel leuk om even echt langs oma te gaan. Want je hebt oma wel gezien, maar niet echt tijd met oma gehad. Dus daar gaan we nu even een uurtje heen, want oma heeft daarna wel een andere afspraak. Met wie dan? Laat me eerst even vertellen, Sarah. Okay. En dan heb je toch eventjes tijd met oma. Maar toen ging ik dus je lunch pakken, zodat je wel kon eten. Dus ik was iets aan de late kant. Maar er kwamen al kinderen naar buiten. Ook één uit jouw klas. Dus ik dacht net, ah, ik ben te laat. Maar die hadden gewoon dokter en logopedie en dat soort afspraken. Mama, mag ik dus wat vertellen? Ja. Wat ik wil vertellen is, er waren kinderen verstoppertje tikken aan het doen. En Olaf was gevonden en dan moesten ze hem de naam op tikken. En toen rende hij naar het bankje toe. En hij dacht, ik spring erbij op. Maar hij ging uit op het zand en kwam zijn hoofd elkaar tegen het bankje aan. Dat is niet fijn, nee. Ja. Gaat het nu wel goed met hem weer? Hij heeft licht hoofdpijn en hij was al opgehaald. Ja, dat dus snap ik. En ik denk dat hij nu gaat proberen te slapen. Ja, maar als je echt hard op je hoofd valt, kan je een hersenschudding hebben. Hij heeft geen hersenschudding. Ja, dat weet jij niet. Ja, hij heeft geen hersenschudding, okay. Mama. Hoe weet jij dat dan? Dat weet ik, omdat hij gewoon in de klas een dukkie zat te lezen. Ja, maar dat. Ja.
sleutelspelling. Daarvoor moet je naar het ziekenhuis. En ik was niet in het ziekenhuis. Nee, hoeft niet per se naar het ziekenhuis hoor. We zijn er weer thuis, al wel eventjes. Alleen, Sarah ging buiten spelen. Toen stond met de buurvrouw te praten. En noem het maar op. Nu aan het opruimen. Dit heeft Sarah meegekregen uit school. En dit is van de tractatie. Dit is trouwens heel grappig. Dit zijn zelfs een soort vlinders als dat we op de klok hebben. Alleen deze niet de goede kleur. Dat is wel echt jammer. Dat dezelfde kleur moeten zijn. Maar zo eentje. Die zaten ook bij de tractaties. Misschien moet ik zo even met Sarah mee kijken hoe of wat. Ik kreeg ook bloemetjes van haar. Even kijken om dat in een vaasje te doen. In zoverre dat dat lukt. En even snel weer de boel een klein beetje aan kant. En ik moet zo alweer gaan koken. Wat is klein. Ik moet even kijken, want het zijn van die korte steeltjes. Dus hoe ga ik dat doen? Ik heb het nu zo in een wijnglas gezet. En ik vind het er best wel grappig uitzien. Ik heb mijn camera weer teruggevonden. Het was zo stom. Ik, rond de etenstijd was ik hem kwijt. En waar ik hem net vond, denk ik dat Sarah hem heeft weggelegd om de tafel te dekken. Maar net al gezocht en gezocht, ik kon dat ding nergens vinden. Maar ik heb hem dus weer. Sarah ligt al even op bed. En ik heb net geëdit. Marco komt zo thuis en dan gaat hij denk ik ook weer snel naar bed. Dus ik ga even thee zetten. En ik wil weer gaan proberen vandaag op tijd naar bed te gaan. Maar nu vind ik het wel echt te vroeg, want dan kan ik helemaal niet slapen. Dus ik ga even thee zetten. Wat nieuw. En dan de Real Housewives of Beverly Hills kijken, denk ik. Ik ga me gewoon aan mijn goede voornemen houden. Het is 7:30. En ik ben heel veel aan het opruimen. Ik heb net nog zitten snacken, uiteraard. Nee, ik heb mijn best ingehouden. Ik moet zeggen dat ik minder snack de laatste tijd. Echt een heel stuk minder. En niet alleen dat ik gezonder snack, maar ook de hoeveelheid. Dus dat is goed. Daar ben ik ook blij om. En nu ga ik zo al naar boven. Ik denk, ik ga het gewoon weer proberen op tijd naar bed. Het was voor mij sowieso al een voornemen om eerst te zorgen dat ik niet na 12 naar bed ging. En daarna om 12 uur in bed te liggen. Dus dat, daar gaan we voor. En het voordeel van op tijd naar bed gaan is dat ik ook meer tijd heb voor skincare. En mijn huid is wel iets beter weer aan het worden, gelukkig. Ik moet trouwens nog steeds langs de apotheek om dat spul op te halen. Maar op de een of andere manier krijg ik het gewoon niet echt in mijn schema. Het ligt een beetje uit de route. Misschien dat het vrijdag lukt of zelfs snel uit school is. Dat is misschien wel een idee. Dan kan ik ook wat aan mijn huid gaan doen. Hopelijk dat dat echt goed werkt. Het is nu ook nog lekker weer om dat te doen, zeg maar. Want als het echt zon is, dan wil je dat ook niet echt doen. Het is, ja, het komt het meest in de buurt van een chemical peeling-achtig. Maar dan medisch. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar goed, het zou mijn huid wel moeten vernieuwen. En dus de plekken waar ik gewoon niet van af kon eruit moeten halen. Dus ik moet dat wel echt gaan ophalen. Want het is al even geleden dat ik dat recept heb gekregen. En wil oogmake-up eraf. Dan gaan we even reinigen. En goed hydrateren voor de nacht. Ik ga wel de vlog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!